Goedemorgen, het is vandaag woensdag en wij zijn helemaal gesloopt van gisteren. We waren echt heel erg laat thuis. Hoe laat waren wij thuis? 2:30 of zo? Ja, zo ja, 2:30. Ja, en toen zijn we echt meteen naar bed gegaan en we hebben eigenlijk heerlijk geslapen. We moesten vandaag weer even vroeg op en we gaan richting Emmen. We zijn dus nu onderweg naar Emmen. En zoals jullie weten heb ik best wel veel drama gehad laatst met mijn BMW. Maar hij is nu wel weer gefixt, we rijden er nu in. Maar we hebben besloten om voor een nieuwe auto te gaan voor mij. Yes! En ik heb eigenlijk heel veel zin in. We gaan dus naar Emmen om mijn auto op te halen. En het is echt gewoon mijn droomauto. Echt, ik ben echt zo blij. Spannend hoor, Meer. Spannend, hè? Leuk, hè, Meer? Leuk, hè? Leuk, hoor. Dus ik had echt zo warm dat ik mijn jas gewoon even heb uitgedaan. Maar wij rijden dus naar Emmen. Dat is echt dikke 2 uur rijden. Heen en weer. En stomme ervan. Eerst wilden we eigenlijk met de trein gaan. Maar dat is 3 uur rijden in de trein. Dat is echt veel te overdreven. Dus we hebben besloten om toch met de auto op te halen. Maar op terugweg moeten we dus gewoon apart rijden. Dat is echt fucking saai. Dat is ook het. Ja. Ik ben echt benieuwd of jullie zeg maar al zouden gokken wat voor auto ik zou nemen voordat jullie het zien. Dus als jullie dit zien, laat hieronder weten wat voor auto je denkt dat ik heb genomen, zeg maar. Het is wel mijn lievelingsmerk. Is jouw lievelingsmerk? Nee, hè? Nee, het is echt mijn lievelingsmerk. Altijd al geweest. Ik vind het wel heel mooi. Alle Arabs hebben meestal een voorkeur voor deze auto, toch? Vooral de mensen uit Saudi. Je bent echt lelijk. Waarom doet deze man aan jou? Kijk hoe mooi deze bush hier. Dat hebben wij in de omgeving van Randstad niet. Zulke wegen. Wij gaan even langs de tank. Mensen met een beetje honger. Jij niet dan? Ik wel. Zo bij het tankstation, maar dat zie je echt heel erg apart. Je hebt hier dus een restaurant en je moet hier dus gewoon door een tunnel lopen naar de overkant toe om daar te kunnen eten. Ja, je valt gewoon 20 calorieën af door even hier doorheen te lopen. Moet niet gekker worden. Nou, ik ben benieuwd jongens. Kijk ook wat voor hak ik aan heb. Het is niet normaal dit. Woe! We zitten hier nu dus bij het restaurantje aan de overkant. En wij gaan lekker eten. Ik heb een kipsalade en Nessin lekker eitjes met avocado. Eet smakelijk. We hebben net heerlijk gegeten en wij gaan nu weer onderweg verder. Oh, we gaan even verder rijden. En Lou, het is een beetje spannender. Ik kijk er niet echt uit. Maar ja, op de terugweg moeten we trouwens echt haast. Tenminste, Lessie gaat haast, want hij heeft straks motorrijden. Nee, ik weet niet of ik ga redden, man. Echt? Ja. Blijf het ook bij mij. Eigenlijk had Lessie mij beloofd vandaag gewoon even een dagje met z'n tweeën gewoon in Emmen of zo wat te doen. Ja. Gewoon een Emmetje. Ja, jij zei eerst wel dat we echt een dagje weggingen als we mijn auto gingen ophalen. Oké. Dus we zijn er zo fucking spannend. Oh mijn god. Nu heb je opeens niks meer te zeggen. Nu ben je opeens stil, hè? Oh, spannend dan meer. Vind je het leuk? Ga je je auto ophalen? Ja. Heb je gezegd waar je bent? Ik ben in Emmen. Dat klopt. Ja, ik weet niet waar. Maar waar ga je? Ga je naar Volkswagen, ga je naar Audi of ga je naar Skoda? Raden. Spannend hoor. Spannend hoor, Meer. Ja. Staat hij dan? Je hebt hem nog nooit in het echt gezien, hè? Nee, ik heb hem nog nooit in het echt gezien. Ik heb alleen maar foto's gezien. Is het misschien mogelijk om deze open te krijgen? Of dat we iets meer licht binnen hebben? Ja, mag straks zelf de doek af. Ik ga eerst even wat foto's. Samen eraf halen kun je in één keer helemaal eraf trekken, want het is best wel een groot doek namelijk. Ja. Hey. Hey. Vind je vet? Ja, hij vindt het echt vet. Hij is mooi, hè? Ga even inzitten dan. Ja, oh, moet ik iets overdoen of zo? Oh. Ik ga even... Oh, kijk hoe binnen helemaal. Oh, wow. Kijk hoe mooie stoelen zijn. Heel dik. Automaatje. Vet man, ga even zitten. Nou, nu komt het belangrijkste moment. Zit er een koffiehouder in? Kijk even. Een bekerhouder. Ja, zit yes, yes, ja. Auto jongen, ik had ruzie auto met haar. Gekocht. Echt. En ik ging langs de Mac rijden. Ik dacht, ik ga even een koffie halen. Ja, ik vond geen beker. Nee, oké. Okay. Je merkt pas hoe belangrijk het is als je het nodig hebt, hè? Ja. Zet je stoel eens goed. Ja. Wacht even hoor. Ik vind het echt spannend. Ik ben helemaal zin in. Wacht even. Oh, nee. Nou, zit je lekker? Nou. Het is wel echt een te kleine auto voor jou, hè? Ik schrijf ik op de zo. Heel vet. Het is spannend, Bibi. Ja, ik vind het echt spannend. Oeh. Dat is een start-stop systeem, heeft hij. Oh, dat is echt chill. Hij valt dus niet uit. Nee, natuurlijk niet. Heerlijk.
Ik vind het echt spannend. Ik rijd eigenlijk alsof ik even... Even kijken. Hier kun je wel vanaf. Allah. Ga maar gewoon daar rechtdoor, ja? Ja. Voor past deze auto. Kijk maar goed voor je. Pas op, er komt de auto. Ja, dat weet ik. Allah. Kijk, hij blij zijn dan. Ik weet niet eens of ik mijn auto eruit moet doen. Leuk om, hè? Moet wel even... Ik heb net heerlijk gereden in mijn nieuwe auto. Hij rijdt echt super fijn. Ik ben echt heel erg blij. En wij zijn nu dus in Emmen. Wij gaan even ergens eten. En kijk wat we nu tegenkomen. Ik ga helemaal stuk. Babel Hara. We zitten dus nu bij een Arabisch restaurant en ik ga stuk. We worden hier best wel vaak herkend, Dennis. Ja. Reed net gewoon een auto langs en volgens mij deed hij dat expres. Ging hij keihard tussen hier rijden en dat deed hij dus. En deed hij dus keihard, pardon, doe normaal. Oh, rijden zo snel. Ja. Deed hij dus gewoon keihard het liedje van Supergaan op. Ik ga stuk. We hebben Lens de soep van het huis gekregen en deze brood ziet er echt zo lekker uit. Het is echt heerlijk warm. Bijna eten ben. Toen dacht ik, ik heb nog niet gefilmd, maar ik heb dus rijst met bonen. Ik had hier zoveel zin in. Ik ben weer gestopt bij de tank. Zo warm buiten, niet normaal. Nee, ik heb nog wel van Rituals thuis. Die kan ik lekker bijvullen. Ik heb deze drankje uitgekozen. Low calorie. Lekker. En Nessim heeft deze oranje uitgekozen. Die is echt vies. Deze is lekkerder. Tears come at night. Nessim in a minute. Hey. Nee, ik heb net een geurtje erin gedaan, maar dit past hier niet zo mooi. Hele camera weg. Helemaal gesloopt van de afgelopen 2 dagen. We hebben zoveel gereden. Niet normaal. Nessie, weet je hoeveel kilometer er nou op mijn auto staat? Nee. 200. Serieus? Ja, en hij is gewoon begonnen bij 0. Dat kan toch niet? Ja. Ik heb al 200 kilometer gereden in mijn nieuwe auto. Dat is niet normaal. Ik denk dat we echt zo even een dutje gaan doen. Daar heb ik echt heel veel zin in. Maar ik moet eerst even een opdracht afronden. Dus dat ga ik even snel doen. En daarna ga ik gewoon rustig aan naar bed. Want ik kan mijn ogen gewoon niet meer open houden. Voor de rest wil ik even zeggen dat ik heel erg dankbaar ben voor vandaag. Ja, wat is het eigenlijk een beetje, Nes? Nesje? Nee. Huh? Nee, ik ben aan het poepen. Oh, maar ik ben aan het zeggen hoe dankbaar ik ben voor deze dag. En dat ik een nieuwe auto heb en zo. Zo, ik mag altijd dankbaar zijn. I'm so happy. Even een cappuccino maken. Ik ben echt nog niet helemaal goed begonnen met eten en drinken. Maar goed, wij zijn zo moe. Ik heb dit laatst gekocht. Ik weet niet of het lekker is, maar zo'n kant-en-klare cappuccino. Ook alleen maar heet water bij te doen. Ik heb de Supreme in de Nest en gewoon een suikerkrantje. En dan heb je dus een cappuccino. Het ziet er best wel goed uit. En ik ga nu naast mijn beste vriendin zitten. Mijn schijnheilige vriendin Dina. Ze is echt schijnheilig. Ze doet nou alsof ze heel braaf is, maar dan ben je niet. Dat weet je zelf ook wel. Ja, weet je niet, hè? En vertel je even mijn kijkers hoeveel zwaarder je bent geworden, dikzak. Mm-hmm. Dina is een halve kilo zwaarder. Heb jij gewogen? Ja. Nee. Ja. Hoe is het dan? 3,5. Oh. Dikzak. Oh, je is zo lief, hè. Je is echt mijn maatje. Hallo, Ubi. Lieveling. Oh, die andere wil. Oh. Wij zijn echt gewoon gesloopt. We hebben heel het gewoon op de bank gelegen. En een beetje gewerkt. En nu gaat Nessie een tosti's maken. Ik ga stuk. Dus nu, even kijken. 10 over 10. Oh, en ik zei net tegen Nessie van dat ik morgen misschien... pizza's maken. Oh ja, ik heb er wel zin in. Maar gewoon met die broodpizza's. Hoe dan? Nou, hierop zo'n tomatensaus doen en... Oké, ik kan me dus zo helpen. Maar ik zei dus gisteren, ik zei tegen Nessie dat ik morgen dus helemaal geen planning heb. En dat ik gewoon niks ga doen. Helemaal niks. En Nessie is een beetje jaloers op mij. Nee, jaloers op jou. Wij gaan tosti's maken, doei! Is nu dus tosti's maken, maar ik heb eigenlijk toch geen zin in. En ik zag dat we nog aardappelen hebben. En wij eten echt nooit aardappelen. Vind ik zo zonde. Dus ik ga gewoon aardappelen schillen. En ik ga denk ik een aardappelsalade maken. Ja! Yes. Oh. Ik ben een aardappel aan het koken en ik ben hier een beetje de dressing aan het maken. Uitjes, peterselie, citroen, paprika poeder, peper en zout. En olijfolie, of course. Zo, en zo ziet mijn aardappelsalade er dan uit met de dressing erop. Oh, dat ziet er zo goed uit, eerlijk. Hoe ziet mijn salade eruit, Nesje? Heerlijk. Thank you. Yum, yum, yum. Yummy! Yummy!
grapje, mag niet. Vandaag gewoon mijn gezicht reinigen met zo'n doekje van Nivea. Dit is voor de gevoelige huid. En ik heb ook best wel gevoelige huid. Deze zijn echt heel erg fijn en ruiken echt zo heel lekker. Ja, baby's of zo. Ik vind een beetje zo'n Zwitser geurtje hebben. Ik vind het heerlijk. Ik heb dus echt heel lang mijn gezicht niet op mijn oude manier, zeg maar, gereinigd. Omdat ik dus gewoon geen cleanser meer had. En ik was gewoon te moeten bestellen. En toen kwam ik gewoon dit tegen in mijn kast. Dat is gewoon echt typisch ik. Ik had het blijkbaar gewoon al een keer besteld. Ik weet niet van waar. Dan zie je er tussendoor een beetje zo uit. Je schuim op je gezicht. Nou, mijn gezicht was, sorry dat ik een beetje raar film. Maar ik kan ergens mijn camera even opleggen. Ik ga nu even de olie opdoen van Rituals. En dit is gewoon mijn favoriet op het moment. Olie op mijn gezicht gedaan. Lekker uitsmeren. Deze olie heeft me echt gezeefd de afgelopen weken. Ik denk dus ook dat ik hier al geen eczeem meer heb. Want ik heb echt geen eczeem meer gehad eigenlijk op mijn gezicht, behalve achter mijn oren. En ik doe dit ook even in mijn nek. Oh, dat is heerlijk. Doe ik als laatst dit nog even op mijn lippen. En dit is dan het eindresultaat. Lekker een glowy huid en morgen zie ik er gewoon iets gezonder uit. Ik denk dat ik ook gelijk gewoon even naar bed ga. Ik ga even mijn haar vasten en dan ga ik gewoon lekker rustig aan richting bed. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vinden en ik zie jullie morgen weer. Doeg!